Nou, daar zijn we hier buiten gewoon dankbaar voor. En je hebt met een paar projecten gestart die, nou, ik denk ze weer gaan niet kennen in de zin van dat een winkeliersvereniging als het CEA het op zich neemt om samen eerst de gemeente zo ver te krijgen dat er een project gestart wordt zoals de Nieuwe Winkelstraat. Beste Gerrit, je bent een man uit één stuk. Je wordt door heel veel mensen gewaardeerd. Die hebben je ook voorgedragen om voor een almoosbelt. We hebben als college hebben we dat verzoek maar al te graag ingewilligd. En ik ben heel erg blij dat aan mij de eer ten deel valt dat ik jou die speld mag uitreiken. Als het goed is, heb ik een bos bloemen. Goed dat ik die ene vrouw heb. Ja, steen. Bedankt voor de goede woorden. Ik was compleet verrast. Ik heb vanavond in de ledenvergadering van het CAA afscheid genomen als voorzitter. Nadat ik dat 7 jaar met plezier heb gedaan. Op een gegeven moment zag ik de lokale burgemeester binnenkomen en familie. Ik dacht, hier is wat aan de hand. En toen kreeg ik tot mijn grote verbazing, maar ook blijdschap, de Almeloerspeld overhandigd van wethouder Jan-Martin van Rees. Hoe was het om als lokale burgemeester vanavond deze speld te mogen uitreiken? Ja, heel erg leuk. Gerrit is natuurlijk een begrip in Almelo. Hij heeft zoveel gedaan voor de binnenstad. Zeker de laatste jaren voor de ondernemers. Hij heeft zich voor alles wat voor de binnenstad van belang is, heeft hij zich ingezet. Ja, en als je dan als wethouder binnenstad, als lokale burgemeester hem die speld uit mag reiken. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is een mooi moment. Norman Nescio, wat is uw rol altijd geweest daarin? Norman Nescio is voortgekomen uit de serviceclub van de Rotary. Maar inmiddels gedragen door alle serviceclubs in Helmelo. Een initiatief dat wat ik genomen heb in 2004. Om als serviceclub in Helmelo samen iets te doen voor de mensen die daar toch echt op dat moment of in de shit zitten of heel problematisch zijn met hun financiën. Ja. We staan niet elke week in de krant, maar als ik het aantal fietsen en koelkasten wat we hebben mogen uitdelen aan die mensen, dat is gigantisch, want het loopt al vanaf 2004. Dus we doen het inmiddels 17 jaar en ik ben ook al 17 jaar voorzitter. Mijn vrouw zegt het is goed dat je met CAA stopt, want we hebben wat meer tijd om te gaan fietsen. Nou ja, dat doe ik toch wel graag. Ik ga altijd al op de fiets naar de stad. CA is een grote klus. Daar was ik wekelijks toch wel misschien bij elkaar opgeteld van een dag mee bezig. Dat is nu afgelopen en dat geeft in ieder geval ruimte voor andere dingen. Ja, misschien om eens mee te fietsen aan de fietsvierdaagse. Ja, volgens mij gaan we die eerste week op vakantie elders. Maar anders dan zou dat een goede suggestie zijn.